De producent had het over een swingend einde van de hunkering. Dus gezellig met z'n allen naar Curaçao. Een swingend einde? Een compilatie van dieptepunten wordt hier eigenlijk bedoeld. Maar ja, de productie heeft nog wat zwart geld over. En Joop van der Rijden zoekt een stroomman voor een 06-lijn waarin hij zijn pensioentje wil beleggen. Bent u wel eens op Curaçao geweest? Oliestank en treurige flamingo's. Om nog maar te zwijgen over die vlotte, moderne jonge mensen van de Nederlandse banken die je daar tegenkomt. Maar ja, het is natuurlijk wel geweldig om presentator te wezen. Het is jammer dat Jan verliefd is op mijn aanstaande. Met wie ik op Curaçao voor de show zal trouwen, eindelijk. Leontien, de scherf in mijn ziel, mijn loopse pygmee, mijn allerliefste. Ik heb Jan getroost en hij betoont zich nu een groot verliezer. Curaçao, met zijn prachtige palmen en die geweldige bruidssuite in het Van der Valk Hotel. Waar het water af en toe niet loopt, waar de wc's verstopt zijn, maar waar je altijd dat gevoel hebt, hè, ik ben nog lekker in Nederland vanwege die vieze aardappelen en die doorgekookte spinazie. Curaçao, het eiland van uw en mijn verlangen. Welkom op Curaçao. Welkom in de Bayside Beach Club. Is liefde niet de totale overgave en is een strenge dompteur daartoe niet onontbeerlijk? Dan is er slechts één. Uw gastheer, uw presentator, Theo de Hunk van Gogh. Hallo, welkom op de gesloten afdeling van Zon en Schild, waar ik al zo'n jaar of 10 verblijf. En waar ik af en toe in het kader van mijn therapie naar buiten mag om een show als De Hunkering te presenteren. Heel vaak gaat dat goed en ik word dan begeleid door broeder Richard en zuster Helena. Maar soms heb ik een tijdelijke terugval en dat is eigenlijk dus waarom ik niet mee mocht naar Curaçao. Maar als ik u welkom heet in mijn wereld, is dat om samen met u even terug te kijken op de glorierijkste dagen van mijn leven. De dagen dat ik De Hunkering mocht presenteren. En hoe zat het ook alweer met die befaamde opkomstjes? Als de presentator voor het publiek zich voor mocht stellen onder luid boegeroep en gefluit. De Hunkering, een show voor eenzame mensen, door eenzame mensen aankondigde. Programma voor eenzame mensen, door eenzame mensen. En vanavond gaan wij een hele positieve show maken. Ik praat over de liefde, ik praat over de dood. Ik word uitgelachen in mijn eigen show. Dick Lindbergh! Wie is dit? Ik wil mijn dwerg, wie is dit? Theo, Veronica die wil groot amusement, dus krijg jij groot amusement. Dit jaar was kut voor mij en het vorige, volgend jaar wordt nog erger, denk ik. Al was het maar omdat mijn geliefde assistente me eigenlijk al de bons gegeven heeft, dank u wel. We hebben vanavond wat reetkevers in een bloemenjurk en ik kan u wel verklappen, ik ben toevallig de enige gezonde heteroseksueel vanavond. Is dat niet geweldig?
Ik wil mij openstellen voor andere culturen. Ik wil moslim worden. En ik wil moslim worden omdat ik weet dat de moslimvrouw nog haar plaats kent. Leontien, je weet hoe verdrietig ik soms ben. En hoe ik behoefte heb aan contact van mens tot mens. En als ik naar jou kijk, dan weet ik, jouw gezicht is een gedicht. En ik zou dus aan je willen vragen, wil je met mij trouwen? Nee, Theo, ik wil jouw vrouw niet worden. En zo gaat het nou altijd! Waar heb ik het over? Wie heeft die vrouw contact gegeven? Dat is niet eerlijk! Ik vraag je toch! Ik loop me voor de auto te sloven! Ik loop te slijmen met je! En weer wijs hem af! Het is iedere keer hetzelfde! Laten we beginnen met die kutshow! Op mij ligt het niet! Ik heb mezelf natuurlijk ook altijd een echte man gevoeld. En als je dan met die andere echte mannen in de hunkering ze voor mag stellen aan al die fantastische, spirituele, geestige, waanzinnig sexy vrouwen, waarbij ze voor het blok gaan voor de hunkering, ja, dan voel je je wel op de grondvesten van je man zijn heen en weer gaan en denk je bij jezelf, wat een voorrecht dat ik dat uitgerekend ik deze show mag presenteren. En ik moet zeggen, sinds de hunkering trek ik me ook wat minder af. Ik ben eigenlijk definitief impotent geworden en dat was de bedoeling van de hele therapie. En toch hebben ze mij beloofd dat ze me nog één keer een erectie gaan bezorgen. Voor het eerst in 2 jaar een erectie. Dat zou al zo lekker wezen. Gewoon. Wacht maar af. De eenzaamste man van Haarlem, Michael! Ilko! Frans! Marco! Jonathan! Remco! Zie je mij een mooie vrouw? Ja, ik vind je een hele mooie vrouw, absoluut. Benny, je trekt je hand weg, maar ik geef je een handkus. Wat verwacht je eigenlijk van de ontmaagding? Dat één groot feesttocht. Als je nou een vrouw zoekt, hè? Ja. Waarom dan niet een echte vrouw eigenlijk? Ja, die miste wat. Wat miste die dan? Een dingetje waar ik in mijn mond kan stoppen. Vrouw van Gemert! Is hier een dikke vrouw die een nacht de caravan in durft met een magere Marokkaan? En ik vroeg me af of er hier iemand was die in het openbaar zou durven toegeven, ja, ik ben een flikker. Zelden is de hunkering zo stil geweest. Zijn er nog moeders en dochters hier in Almere die willen komen? Brabant! Gemert! Loop even mee, ja, leuk. Natuurlijk. Niet voor de camera gaan staan, dan kunnen we haar niet zien. De kijkcijfers zijn hoger als we naar haar kijken dan naar jou toevallig, hoor. Ja. Is hij de dood van Pierlala of is hij een prins op het witte paard? Dood van Pierlala. Je vindt hem een lulde behanger? Ja. Waarom? Ja, gewoon. Waarom? Ja. Intellectueel, rechten gestudeerd, aardig, begrip voor vrouwen, tolerant, feministisch. En jij zegt lulde behanger? Nee, jij zei dat. Dat zal niet de eerste keer zijn dat je een ferm geschapen iemand... Ja, goh, hij ziet er niet zo goed geschapen uit. Hij ziet er niet zo goed geschapen uit, hè. Ja.